er is hier een hoop gebeurd. Een hoop geschreeuw, gescheld. Ik ben uitgescholden voor alles en nog wat dat mooi en lelijk is. Ja, lieve vrienden, het is weer de hoogste tijd dat we moeten gaan lopen nog. Ja, en dan gaat hij eerst naar boven. Want die komt er niet meer uit. Nee, jij komt er niet meer uit. Ja, een hele goedemiddag, lieve vrienden. Ja, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Het is vandaag dinsdag. En ik zie het amper de 21ste van de 11e 2023. En we leven om 12:44. En meneer Patrick, die komt... Nee, Erwin, die komt zo. Meneer Erwin, die komt zo. Ja, nee? Janne. Mijn begeleider. Ik heb boeien met Sky. En die is zo zuinig ook. Ten eerste ben ik niet zijn bureau. Dat al vooropgeteld qua woorden. Maar voor de derde keer weer mijn... Ik zal eerst mijn telefoon zacht zetten. Want dat is ook niks. Nee, dan zit ik aan de verkeerde knop. Wat gebeurt er nou? Ja, dat bedoel ik. Ik moet even mijn geluiden zacht. Alles zacht. Voilà. Ja, en ik zit met de zon. Ook dat. Maar Sky die had voor de derde keer op rij de tuindeur niet op slot gedaan. Nou besticht hij ook mij dat ik de tuindeur vannacht niet op slot had. Hallo? Ik kijk de tuindeur drie keer na voordat ik naar bed ga, doe ik iedere nacht weer. Drie keer nagaan. Altijd. Want het Rijka moest er nog weer uit, dus moest er weer open doen. Zij er weer uit. Hup, Rijka weer naar binnen. Eerst onder en dan ga ik staan, leun ik op de vensterbank, doe ik de bovenste dicht. Ik ben niet gek, hè? Ik ben niet gestoord of zo. Mag wel gek zijn, gek doen, maar op die manier ben ik echt wel bij, hoor. Ja. En besticht hij mij ervan. Ja, en ik ga en dan bro, mij voor bro uitmaken. Hallo, ben je bro niet? Wat houdt dat in? Is dat je broer? Dat ben ik allemaal niet van je, weet je? Ik ben wel helemaal oud. Je bent maar een snotneus. Je bent 25. Rot op. Ik zit tegen een monk, ik zit mijn eigen dochter, die 36, ik zit, die heeft meer fatsoen in de donder zitten dan dat jij hebt. Ik zit, ben je helemaal bezodemieterd, ik zie, komt je troep maar halen vandaag. Het zit maar buiten, ik blok je hier. Ja, heeft hij nog niet gedaan, maar hij toen belt hij me op de huistelefoon. Nou, hallo, als je mij wilt blokken, moet je me daar ook blokken, dus ik heb opgehangen. Toeliedokie. Ja, ik moet dat niet meer. Ik kan er niet tegen. De kleine dingetjes. En nou ja, ik vind een tuindeur niet een klein dingetje. Maar het zijn kleine dingetjes zoals... Ik wil hebben de wc-diksel ook dicht te hebben. En de wc-deur dicht te hebben. Wanneer jij de wc verlaat. Dus ben je bij mij te gast en je moet een plasje doen. Of je grote boodschap, maakt niet uit. Wc-diksel ook dicht. Ga je het hokje, het wc-hokje uit, deur dicht. Dat is een kleine moeite, toch? Nee, dat vindt hij kennelijk een grote moeite, want het staat open allemaal. Ze spullen achter zijn kont opruimen. Ik had alles in elkaar, maar het ligt allemaal ook in de keuken weer uit elkaar.
honderden keren keek zeggen. Hij had mij gevraagd of ik zijn wasgoed wou wassen. Prima, ik niks op tegen. Maar het stinkt tot de hel. Ik ging zo wat over mijn nek. Gisteren. Nou, toen heeft Willy maar het dakraam opengezet. Omdat het zo stonk op die slaapkamer. Het zal nou wel weer stinken. Maar ga ik hier nou zijn spul opruimen, weghalen. En als het dan weer zo stinkt, dan kan ik de boel helemaal luchten. En mijn was weer wassen. Nou, ik ben niet om werk verlegen, weet je. Want het trekt ook in mijn kleding. Mijn kleding ligt daar, mijn kleding hangt daar. Ik heb daar mijn kast staan. Oké, die kast, daar is één deur voor stuk. Zou meneer ook maken. Wanneer? Ja, als Pasen en Pinkster op één dag vallen. Boven, mijn man die is blijven steken bij het laatste stukje laminaat neer te leggen. Ik heb dat nog in de schuur staan. Er ligt ook nog een smal stukje voor langs het traphekje. Zou die ook gedaan hebben? Ja, op zondag. Nee, niet op zondag, Sky. Dat wil ik niet hebben, want dat is een dag van God. Ik ben een christen, ik wil dat niet hebben. Ja? Nou, dan doe ik het woensdagmiddag wel. Nou, dan moet hij wel op een woensdagmiddag komen, hè? Maar hij komt maar nooit. Hij komt maar nooit en hij komt maar nooit. Ik blijf niet achter hem aanklooien om te vragen en te smeken. Nee, echt niet. Dus ja, wie zich voelt geroepen om mij te helpen? Net zoals mijn tuin. Hij zou zorgen voor tegels. Hij had tegels, hij brengt ze niet. Hij dumpt ze ergens anders neer waar ze niet horen. En dan gewoon bij een klokkentoren van een geweeste kerk. Ja, daar dumpt hij ze neer omdat het hem te zwaar werd. Ja, maar je moet ook sowieso 's nachts niet met tegels gesjouwen. Doe dat overdag. En neem dan een karretje van de winkel of ga iemand chatteren of weet ik veel wat, weet je. Maar ga niet tegeltje voor tegeltje lopen te sjouwen van de ene wijk naar de andere wijk. Dat doe je niet. Maar in ieder geval, ja. Ik weet het even niet meer. Nee, ik weet het echt niet meer. Het zit me niet tot hier, maar tot daar. Dus ik heb hem gezegd. En dan zegt hij ook, zet het allemaal maar buiten neer. Nee. Moet ik het soms nog achter hem aanbrengen ook? Ik ben zijn loophondje niet. Nee hoor, maar kijk het maar. Hé? Maar ja, in ieder geval, ik hoop dat het na vandaag over is en dat hij het op komt halen. En als hij een grote bek geeft, dan heeft hij gewoon niet te doen. Punt. En dan zeg ik er weer wat van. Houd je grote bek dicht. Hier kun je spullen pakken en ik wil geen woord uit je horen. Wegwezen. Zo simpel. Maar oké, lieve vrienden, ik ga koffie maken en een broodje maken en... Als er weer weg is, doe ik de meisjes. En ja, dan moet ik weer editen. Hoe noem je dat? Weet het niet meer. Editen en renderen. Want ik heb meer maar één film. En ik moet eigenlijk meerdere zien te maken. Maar dat lukt mij ook niet, omdat ik met mijn hoofd ook inderdaad elders zit. Maar ja, ik ben al blij dat het me lukt om eentje klaar te maken. Dat er toch iedere dag één is. Ja. Dus, maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Doe het met lachen, het is prachtig mooi weer, althans hier. Ja, wel wat bewolking hier en daar, maar ach, dat kan de pret ook niet boeien. In ieder geval, ik zeg tegen jullie een hele fijne dag verder. Geniet ervan en geniet een beetje mee. Doei! Zo, lieve vrienden, daar zijn we weer even retour. Ja, ja, er is hier een hoop gebeurd. Een hoop geschreeuw, gescheld. Ik ben uitgescholden voor alles en nog wat dat mooi en lelijk is. Kankermachol komt tevoorschijn en weet ik veel wat nog meer.
Door, ja, ons lieftallige Sky. Nou ja, lief. Nee dus. Hij is weg. Ik heb hem eruit gezet. Dan maar, moet hij maar buiten slapen, weet ik veel. Kan er ook niks aan doen. Het is zijn eigen schuld. Het is een kleine moeite om iemand zijn huis af te sluiten en dan de derde keer op rijden gaat er bij mij niet in. Dingen beloven niet nakomen, zoveel dingen. Hij heeft me van alles en nog wat beloofd, ik doe dat wel voor u, ik doe dat wel voor u. Een paar dingetjes heeft hij dan ook wel gedaan, maar zoals een keer met meisjes wezen lopen. Oké, prima, dankjewel, daar ben ik dankbaar voor. Ik moet wel laten blijken destijds. Maar voor de rest, weet je, het boeit me niet meer. Maar ik laat me niet uitschelden voor alles en nog wat na hetgeen dat ik mijn huis heb opengesteld voor hem, dat hij kon blijven slapen. En dat hij niet op straat hoefde te zwalken. En, maar ja, nou moet ik mijn sleutels dus nog terug hebben. Nou heb ik Patrick aangeschreven van ik wil wel mijn sleutels terug, zo simpel. Ja, want meneer Sky, die wou mij blokken. Nou ja, hij had het alsnog niet gedaan. Nou heb ik mijn handje geholpen, ik heb hem er net geblokt. Want ik hoef zulke soort uitspraken niet naar mijn hoofd toegeslingerd te krijgen. Ik ben misschien alles en ik zal ook wel niet altijd lief zijn en ik zal ook mijn fouten hebben. Maar ik ben absoluut geen kankermogol of weet ik veel wat. En dat ik ze niet op een rijtje heb zitten en dat ik zelf de boel vergeet. Hallo, dat is mijn verantwoording. Als ik mijn tuindeur op slot vergeet te doen, is het mijn verantwoording, niet dat van jou. Maar vergeet jij de tuindeur op slot te doen, is het jouw verantwoording. Het is wel voor de derde keer op rij. Ja, dat, ik ben woest, ik ben hellig, maar ik heb heel gelukkig, en daar ben ik blij mee, hou ik een getuige bij. Geen familie, nee. Mijn begeleider Erwin, die was erbij. Nou, het was een verschrikking hoe die tekeer ging tegen mij, hè. Vreselijk. Hij moet nog een hoop leren. Oftewel, het is nog steeds een meisje, hè. Het is geen jongen. Het is geen echte jongen. Het heeft nog een meisjeslijf. Ja, het wil zich om laten bouwen. Gaatje in zijn kop, zeg ik dan. Maar ja, wie ben ik? Dat is ieder het zijne. Dat moet hij voor zichzelf weten. Maar ja. Hij zal er ten zijne tijd misschien ooit een spijt van krijgen. Ja. Want er zijn er al zoveel die er spijt van hebben. Die het allemaal al hebben laten doen en er nou spijt van hebben. Ja, want je kan beter in je eigen lichaam blijven zitten en bij wijze van spreken homo zijn of lesbisch zijn dan dit uiterste. Ja. Maar in ieder geval, buiten dat allemaal, hoe die tekeer ging tegen mij. En nee. Bizar. Dat doet mijn meisje Karin niet eens. Mijn dochter Karin. Die doet dat niet eens. Die gaat niet eens niet zo tekeer. En die schat mij niet op die manier uit. Ook al is ze nog zo kwaad op mij. Dat zal ze nooit en nimmer doen. Ja? Dus ja. Wegwezen er nooit meer in. Maar wel mijn sleutels terug. Dus ik heb Patrick er net aangeschreven, van zo en zo, dus die zal kijken waar ze zijn en dan hopelijk dat ik ze terugkrijg, anders ben ik ook nog verplicht om bij mijn tuindeur een nieuw slot in te laten brengen. Maar dan bel ik de woningbouw even op van sorry, zo is het geval. Ik wil daar een ander slot in hebben, punt. Ja. Dus, maar oké, okay, ja, ik wou jullie op de hoogte houden. En oh ja, mijn lieve Mirjam, mijn lieve schat. Jij had gevraagd of hij mij dus vragen kon stellen. Minimaal 5 vragen op zijn minst. Ja, dat gaat er nou dus niet worden. Dus verzin je maar 5 vragen, zou ik zo zeggen. Ja, ik kan er niks aan doen. Ja. Dus, maar oké, okay, lieve schatten, lieve vrienden, lieve mensen, waar ik zoveel van hou, mijn lieve volgers.
Sorry, het is weer een bizarre dag. Niet dat ik wat markeer. Ik markeerde eerst wel wat, want door zijn schuld weer hoofdpijn. Maar dat is alweer gezakt. En buiten is het trouwens roodje koud. Ik heb de meisjes dus ook al uitgeladen, maar het is ook zo gemeen koud. Het is weliswaar 9 graden, daar ook. Ik weet niet op wat hij zegt. Even verversen. Doe maar 9 graden dus. Maar het is echt gemeen koud. De wind die zit uit in een verkeerde hoek. Het is wel mooi weer met bewolking. Maar ik ga echt niet de hort op wat ik eigenlijk wel had gewild. Maar bestaat mijn hoofd nou even niet naar. Ik moet nou weer naar de Action of naar de FOMA. Want daar heb ik ook leuke dingen gezien. Maar in ieder geval, ja. Ik moet ook editen, renderen, een vlog in elkaar zetten. Het is maar hoe je het wil benoemen, maar filmen in elkaar. Moet ik allemaal doen. Dus ja. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen. Maar geniet ook een klein beetje mee in. Monter mij even weer een beetje op. Wees lief voor me. Ja? Oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, kusjes en ik hou van jullie en tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, het is weer de hoogste tijd dat we moeten gaan lopen nog. Ja, en dan gaat hij eerst naar boven. Want die komt er niet meer uit. Nee, jij komt er niet meer uit. En die is lui. En die staat te wachten. En waarom? Ja, omdat we gaan lopen. Hè? Omdat we gaan lopen, hè? Ja. Want het is zo laat, zoals ik al zei. Het is 1:58. Dus ja, voordat ik in mijn bed leg, dan is het rond een uur of 3. Ja, want ik moet eerst zelf nou naar het toilet. En dan moet ik mijn rollator meenemen en mijn jas meenemen. Moet ik mijn vest aan, moet ik mijn sjaal om, moet ik mijn jas aan. Moet ik mijn riem om, mijn tuig. En dan moet ik hun riem aan mij koppelen. Dan moet ik hun halsbanden om. Dus ja, dat dus. Nog heel wat te doen. Dus, we wensen jullie al wel alvast vanaf deze kant wel terug te slaap lekker met mooie droom. Uiteraard weer gezond uit je bed zien te komen. En God die houdt over ons allemaal de wacht, dat weten we allemaal. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!